De tariefsverhoging van 50 SRD naar 350 SRD voor het verlengen of voor de aanvraag van een duplicaatrijbewijs is tot nader orde aangehouden. Dit maakt de korpspolitie bekend op zijn website. Het KPS kondigde de tariefsverhoging gisteren aan. Echter leidde dit tot verontwaarding onder diverse groepen in de maatschappij. Ook parlementariërs keuren de plotselinge verhoging af. Korpschef Roberto Prade, die vanmiddag de gast was in het SRS-programma Bakkanatori, begrijpt de commotie die is ontstaan. Maar vertelt ook dat het korps de gemeenschap al jaren subsidieert. De verhoging van het tarief is volgens hem een must en zal dus alsnog komen. Hij erkent dat de plotselinge verhoging niet conform de juiste procedures zijn doorgevoerd. Nochtans zullen deze procedures alsnog in acht worden genomen.